Mijn naam is Gijs Botenstaf en afgelopen weken kreeg ik een vraag van een YouTube-kijker, daarvoor bedankt, over hoe je nou kon livestreamen zonder dat je je Google of YouTube-account had geverifieerd met je mobiele nummer of je vaste telefoon. Ik laat jou zien in deze video hoe dat toch heel makkelijk kan. Je gaat als eerste naar de rechterbovenhoek. Je klikt op het icoon. Je gaat naar het kanaal wat je wilt verifiëren. Je klikt op YouTube-instellingen. Daar klik je op. Dan ga je naar extra functies bekijken en dan zie je hier dat je kanaal nog moet worden geverifieerd. Je klikt op verifiëren. Vervolgens zet je je land op Amerika en je zegt bel me met een automatisch telefoontje. Maar van tevoren heb je je eerst even geregistreerd gratis bij textnow.com. We vullen even onze gegevens in, dus Theo Testing 44. We verzinnen een username, een password en even je e-mailadres. We drukken op sign up. We vullen een Amerikaans telefoonnummer in, bijvoorbeeld 201. Dan krijgen we gelijk een telefoonnummer, die onthoud je even. Die vul je in. Hier, je drukt op verzenden. Nu wordt er automatisch naar dat telefoonnummer gebeld en daar krijg je een voicemailbericht van. We loggen in. Nou komt er dus een code binnen. 6198. Nogmaals. Uw code is 926198. Tot ziens. Nou, perfect. We nemen die code mee naar het verificatieproces. Die vullen we hierin. En je ziet, gefeliciteerd, je YouTube-kanaal is nu geverifieerd zonder mobiele telefoon of vast telefoonnummer. Gewoon met een fictief telefoonnummer via textnow.com. We drukken op doorgaan. En als we nu willen streamen, dan klikken we hier inschakelen in. Je gaat akkoord. En je ziet, je kunt nu heel eenvoudig live gaan streamen of een evenement gaan maken zonder dat je dus een feitelijk mobiele telefoonnummer hebt gebruikt. Nou ja, fictieve dan, via het internet, maar je hebt hiervoor niet je eigen telefoonnummer nodig en ook niet een vaste telefoonnummer. Dit kun je doen zowel voor YouTube als voor je Gmail-account. Heb jij na het bekijken van deze video nog steeds een YouTube-vraag? Stel je vraag even hieronder en ik ga je vraag beantwoorden. Vond je deze video nuttig? Geef ons even een like en abonneer je op dit kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.